deboodschap.today. Regeringscommissaris Kerpalani, geen diefstal kasreserve. Regeringscommissaris Vijay Kerpalani benadrukt dat er geen diefstal van de kasreserves heeft plaatsgevonden. Het geld is gebruikt voor een applicatie, te weten interventie. Tijdens de persconferentie van vrijdag 7 februari 2020 zei de regeringscommissaris dat het onderzoek door het Openbaar Ministerie helemaal geen betrekking heeft op de kasreserves, maar op de handelingen die zijn gepleegd door ex-governor Robert van Trick, te weten oneigenlijke consultancycontracten met Orion, het Belgische bedrijf Clearfield en de aanschaf van de veelbesproken auto waar er te veel geld voor is betaald. Wat ondertussen is gebeurd, dat er een ringfence account komt waarmee de garantie wordt gegeven dat de middelen van het publiek veilig gesteld zijn. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.